ik over. Nee, 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 ik wil niet meer. Nee, jullie help. Jacob, praat het. Waarom? Waar is het geld? Waar is wat? Ik wil al het geld terug hebben. Welk geld? Eén te kappen. Oh, wat? Wat? Dit is een bloefkraak, Frankie. Wat? Hand in de boog. Hand in de. Je gaat nu rustig omdraaien. Je gaat je handen... Ik die is nog klaar, of niet? Nee! Hi, hallo. Hi. Hallo, beste kijkers. Leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Henky. En vandaag zit ik in de tram. Trui, zijn we er al? Dit is de laatste halte. Daar moet iedereen eruit. Volgende halte. Moet ik eruit? Los Santos. Trui. Volgende halte. Trui. Los Santos. Trui. Oh, hallo. Ga je met mij mee, of? Volgende halte. Moet iedereen eruit. Ik ga er wel uit, maar het enige is trouwens, je mist de helft van je trein. De helft van je trein is bij de vorige halte achtergelaten. Trui, kom je? Ik heb een leuk idee om samen iets te gaan doen vandaag. Ik ben verdrietig, Henky. Waarom? Ik ben mijn trein verloren. Ik ben gedegradeerd naar beneden. Wat dan? Wat ik ben nu in de metro. Ja, maar de metro is toch ondergronds? Mijn naam is Trein, Truitrein, en ik rijd metro. Je bent Truitrein en je rijdt in de metro, maar de metro is voor de helft, dus je rijdt in de meet. Waar is je ro? Trui? Nee! Trui? Oh! Ik ben er klaar mee! Nee! Trui! Waar ben je? Trui. Oh, Trui. Nou, weet je wat? Dan ga ik maar wel gewoon rustig weer door. Ik heb een heel leuk avontuur gehad met Trui, jongens. Ik wilde het jullie allemaal laten zien. En na afloop kwam ik erachter dat ik mijn camera nooit op opnemen had gedrukt. Dus vandaar. Hé, hey, wacht! Shinli! Hey, Shinli, hoe is het? Hey. Hallo? Shinli, wat? Nee, ik wil niet meer. Nee, Shinli, help! Shinli! Oh, nee, waar is dat? Hoezo? Gerard! Gerard! Dat is! Ik heb helemaal niks gezien! Nee! Gerard, hoezo moet ik meenemen? Je gaat instappen, man. Oh, ik ga instappen. Je gaat heel snel instappen. Oh, maar hoezo? Wat is er, Gerard? We gaan heen. Waarheen? Ja, gewoon meekomen, zeg ik. Nee! Niet zo, sorry. Oh, Gerard, waarom doe je dit nou? Ik wil dat je helemaal niks meer gaat zeggen. Woesje, waar heb je het over? Ik wil gewoon dat je je mond houdt. Waarom moet ik mijn mond houden? Jij neemt mij zomaar mee uit het niets. Waar zijn we ook überhaupt? Op vakantiepark. Op vakantiepark? Het is helemaal geen vakantiepark, joh. Dan maak je dat er maar van. Woesje, maar Gerard, waarom moet je mij nou menen? Ik heb toch niks gedaan? Ik zeg toch dat je je mond moet houden. Ik moet mijn mond houden? Ja. Oh, nee, voorzichtig alsjeblieft. Ogen dicht. Nee, ik hou mijn ogen gewoon lekker open. Hoezo? Gewoon, ik hou mijn ogen gewoon open, Gerard. Er is niks dat, dat jij kan laten doen waar ik mijn ogen dicht doe. Oh, Gerard. Jij bent zo'n vieze militair, of niet, hè? Hoezo, vieze militair? Waar? Jij noemt mij nooit een militair. Waar rijden we helemaal heen? Uitstappen. Nee, ik wil niet uitstappen. Uitstappen. Nee, nee. Wat is Gerard, stop nou. Uitstappen. Daarover op. Pak de trap. Wat? De trap. Welke trap? Oh, die trap. De trap. Ja, ik pak de trap. Rustig aan. Rustig aan. Nee, geen verdachte beweging. Hoe schiet hij op niet eens een wapen? Maar ik ga wel schieten. Nee, ja, voorzichtig. Help, help. Gerard. Stip. Ik bedoel, stop. Waar ben je? Oh, je bent doorgereden. Help, iemand. Oh, nee. Oké, Gerard, ik stop al. Ja, ben jij. Oh, nee. Dus, waarom moet je... Jij gaat praten. Waar is het geld? Waar is wat? Ik wil al het geld terug hebben. Welk geld? Je gaat het geld terug, maar anders gooi ik die plaatje naar beneden. Ik heb nog helemaal niks gedaan. Je hebt het geld bedoeld. Welk geld? Je hebt geld geleend voor mij. Ik heb helemaal geen geld geleend. Je hebt geld geleend. Gerard, wacht. Wat? Ik heb helemaal geen geld geleend. Wanneer heb... Wow, ik ontsnap. Doei. Wat is dit? Wat gebeurt er? Oh, er wordt geschoten. Wie schiet er? Oh, nee. Ja, help! Agent! Agent, help! Help! Ik stap heen! Weg hier! Hallo, wie is dit? Oh. Nee! Rijden! Rijden, bukken, rijden! Dat was helemaal niet de bedoeling! Wat waarom ontvoerde Gerard mij? Wie? Gerard! Subject A, ja! Subject A? Oh shit, nou je was! Wat gebeurt er? Wie is dit überhaupt? Naast wie zit ik? Frankie, maar ze noemen me ook wel, hoe noemden ze me? Freddy! Freddy! Freddy, wat doe je hier? Het ging zo... We zijn niet... Ja. Waarom moet ik zo ver staan? Je bent geraakt! Je bloed! Ja, nee joh, het is allemaal goed.
Je bent niet eerder geraakt. Nee joh, gaat allemaal goed. Gaat het met je? Oh. Wat? Wat was dit? Hoe kom jij daar? Waarom? Hoe was jij daar zo toevallig? Nou, ik was subject A. Ben ik al een maand lang aan het volgen. Je bent hem een maand lang aan het... Is Gerard subject A? Ja. Yeah. Waarom nam hij mij mee? Hij zei dat... Hij kende me volgens mij niet eens. Oh, nou, hij staat bekend om vele bankroven, afpersingen. Opa Gerard? Ja. Hij heeft laatst ook een oud dametje zijn tas gestolen. Oh, een fruitkraam bananen gestolen. En weet je wat het er is? Ik haat bananen. Ik ben allergisch voor bananen. Waarom? Je zit niet eens allergisch voor bananen? Ja. Waarom? Wat is daar erg aan? Nou, als ik een banaan eet of iets met bananen erin, ben ik dood. Dan ga je dood, maar je lijkt zelfs een beetje op een banaan. Ja. Ja, banaan. Nee, vriend. Oh, ik voel me niet zo goed. Ik denk dat ik naar het ziekenhuis moet voor deze verwondingen. Ja, dat snap ik wel. Ik rij wel met je mee. Mag ik meerijden? Ja. Freddy, dankjewel voor het redden. Maar moet je opa Gerard niet, zeg maar, pakken nu? Nee, er werd geschoten daar. Het zijn de handlangers. Oh, dat zijn de handlangers van opa Gerard. Van subject A. Oh. Ja. Oh. Je moet er niet zo voorzichtig. Ik bedoel wel voorzichtig. Oh, we hebben een rondje gereden. Nou, rij maar richting het ziekenhuis. Frenkie. Oh, ze noemen me Frenkie, maar soms ook Freddy, want ik ben net nieuw bij de politie. Eigenlijk wilden ze me niet eens aannemen. Nee, je bent allergisch voor bananen. Maar gaat het wel een beetje met je? Nee. Nee, dat zie ik. Je bent echt meerdere malen beschoten, joh. Nee, het gaat helemaal goed. Het gaat helemaal prima. Wacht, ik breng jou even naar het bed toe. Kom maar. Frenkie. Ik dacht dat je het ging redden. Zeg eens iets. Frenkie. Ik denk dat hij dood is. Kijk eens. Ik denk dat hij het niet heeft gehaald. De doktoren zijn... Daar ben ik weer! Wat? Huh? Hallo? Frenkie? Je breekt mij, je mond beweegt niet! Wel, ik lig hierachter! Hallo? Je ligt... Hé? Maar... Hé, Frenkie! Hallo! Gaat het met je? Wie is dat? Wie is wat? Maar wie lag ik daar dan? Je ligt... Ik dacht dat je dood was! Nee! Wie is dat? Even kijken. Wat? Dat is Ernie! Is het Ernie? Nee! Ja! Wacht, Ernie. Het spijt me dat ik je niet heb kunnen redden, Ernie. Je was een trouwe vriend en ik ga altijd in houding voor jou. Ik ga... waar ga je heen? Kom terug! Ik voel me zo goed! Frenkie, wat ga je allemaal doen? Ik ga op surveillance. Nee, het is nu geen tijd voor surveillance. Je kan niet zo gaan. Wel? Frenkie, ik ga mee. Je kan niet in je eentje zo gaan. Kijk maar, blijf staan. Nee. Frenkie, ik heb een vliegtuig. Nee! Frenkie, door die deur daar aan het einde zijn bananen. Nee. Er zijn bananen. Ik hou van bananen. Nee, jou niet van bananen. Je bent allergisch voor bananen. Frenkie. Ik ben een banaan. Je bent geen banaan. Zeg mijn naam, want ik ben een banaan. Oké, je gaat wel rijden. Oh, spazol. Ik hou van vliegtuigen. Oké, Frenkie, ik ga met je mee. Je gaat wel surfen. Hansen, maar je kan het niet alleen doen. Zo. Is dat helemaal stijf van de morfine? Pas op, Freddy. Ze noemen me Frenkie, maar ook wel Freddy. Voorzichtig. Dit gaat echt helemaal fout. Oké, Frenkie, we staan hier al een tijdje. Wat is het precies wat we verwachten? Voor de laatste keer, het spijt me. Het duurt te lang. Wat? Wow. Frenkie, daar is hij. Frenkie, hier is hij. Duurt te lang. Hij is er. Kijk. Wie? Daar is hij. Als het goed is, daar heb je hem. Kijk, waar gaat de vuilnisbelt op? Dat is zoals verwacht. Kom maar even, kom naast me staan. Kijk, volgens mij is dat Gerard die daar met illegale goederen de vuilnisbelt op gaat. Echt? Ja, wat doe je? Kijk, we moeten het even in de gaten houden. Daar heb je hem. Zie je? Daar heb je hem. Kijk, dat is... Jij volgt hem al maanden, zei je. Nee, kijk maar, jawel. Wat gaat hij nou doen? Want hij heeft geen voeten meer. Hij loopt gewoon weg. Alsof hij nooit iets fout gedaan heeft. Maar hij ziet ons toch? Nee, tuurlijk. Wat ben jij voor slecht undercoveragent? Ja, ik ga dan undercover staan. Jij niet. Wat is maar waarom heb jij ineens een hele hoed om? Ja, dan ben ik undercover. Enkie. Ja? Hij reed net weg. We zijn hem kwijt, hè? Of niet? Ja, goeiedag mevrouw. Was dat uw auto? Ja. Oké, we gaan verder. Kijken of we hem op onze twee... We hebben hem wel betrapt, hè? Maar we zijn hem kwijt, helaas. We vinden hem volgende keer wel, Frenkie. Komt goed. Echt? Ja, deze keer mag jij leiden. Ja, nou leid ik. Henky. Ja? We gaan een spelletje doen. Ik zie wat jij niet ziet. Oké, en dat is? Gerard. Waar zie je Gerard? Wat? Recht voor ons. Wauw, ik ben zo'n goede agent. Ik zit nog niet zo lang bij de politie. Eigenlijk wilden ze me ook niet aannemen, want ze noemen hem ook wel Freddy. Wacht, is dat hem daar in die pick-up truck? Dat is hem. Ik heb hem gezien. In de pick-up truck daar. Eén auto ertussen. Dan vallen we niet op. Dan vallen we niet op. Wat denk je dat hij gaat doen?
Rijden. Rijden, ja, klopt inderdaad. Oh, wacht, dan gaat hij naar rechts en dan... Oh, hij stopt. Oh, dan stopt hij. Wij rijden dan door, ja? Wij rijden door, oké. Toeteren, toeteren. Hé, aan die kant, hou gek! Oké, dan die links parkeren. Stil zijn. Links parkeren. Ja, we gaan een U-bocht maken. We gaan een U-bocht maken, prima. Kijk, wat gaat hij doen? Hij loopt naar zijn achterbak. Henkie, jij kijkt, ja? Ja, ik kijk, prima. Moet ik in de auto blijven zitten of uitstappen? Ja, nee, nee, nee. Oh, blijven zitten. Wat gaat hij doen? Oh, hij gaat pinnen, denk ik. Hij gaat pinnen. Oh, hij gaat gewoon wat onschuldig geld pinnen. Kijk, ja. Dat is toch geen probleem? Hier, hij pint. Nee, dat is geen probleem. En dan gaat hij ook nog bij de andere... Oh, en nog meer geld pinnen. Nog meer geld pinnen. Nou, hij is denk ik zijn portemonnee kwijt, want hij bukt steeds om te kijken in zijn broekzak. Oh, maar denk je dat hij gaat doen? Oh, dat was het. Oh, hij is klaar. Wat zou hij met dat geld gaan doen dat hij zojuist gepint heeft? Eten kopen. Eten kopen? Oh, wat? Wat? Dit is een plofkraak, Frankie. Nee, joh. Nee, dat was... Storing. Storing. Maar dit schrijf je dit op, wat hier allemaal gebeurt? Nee, jij wel. Nee, ik dacht dat jij het op ging schrijven. Ja, denk jij. Oh, wacht, waar gaat hij nou nog een keer doen? Hij doet het nog een keer. Oh, nee, ja, maar we mogen onszelf niet verraden. Wat, ja, maar wat moeten we doen? Moeten we niet staan nou hier? Dit is betrapt, heet je dat? Ja, maar ik wil meer bewijs. Je wil... Hoe wil je nog meer bewijs dan dit? De politie komt er letterlijk aan! Verdomme nee! Ons. Hier! Ik ben politie, maar ik zit er nog niet zo heel lang. Maar Frankie, stap eens uit. Kijk eens aan. Frankie, nee. Kijk niet. Nee, hij gaat. Frankie, kijk. Oh, hij gaat. Frankie, nee. In de auto stappen. Wel snapt. Stappen. Je stappen. Waar is hij? Ik kijk nog in mijn achteruitkijkspiegel. Ik zie. We gaan hem afsnijden. Nee, ging die kant niet op, Frankie. Au, Frankie. We zijn hem weer kwijt. Nee, Jackie. Jawel, we zijn ik ken deze stad uit mijn broekzak. Ik weet precies waar hij naartoe gaat. Deze stad niet uit je broekzak, want jij hebt geen broekzak. En hij wel, ik heb er gezien. Daar is hij. Ik wist het. Ik wist dat je deze stad uit je broekzak kende. Oké, hou hem staande. Hou hem staande. Dus misschien... Je wilde meer bewijs, toch? Wat doe je zo, nou denkt hij misschien wel zijn af voor gekken. Oh. Dan gaan we snel hier naartoe. Ja? Dan gaat het erin. Op daar. Oh. Oh, oké. Wacht, niet het hoek om. Kijk even over muurtje heen. Nee, grapje, nee, je bent te klein. Ja. Oké, wat wil je doen? Wat is je plan? Stop hier. We gaan even een plan van aanpak. Frankie. Ja? Wat gaan we doen? Wat, ja, ik dacht dat jij de man van het plan was. Jij bent Freddy, oftewel Frankie. Je werkt nog niet zo lang bij de politie en ze wilde je eigenlijk niet aannemen op het begin. En je bent allergisch voor bananen. Dus jij hebt een plan. Ja, nou, dat is het. Ik zit nog niet zo lang bij de politie. Dus ik heb ook nog niet zoveel geleerd. Auw. Maar hoe doe je verder. Hoe doe je het meestal dan? Nou, ik heb dit nog nooit meegemaakt. Dit heb je nog nooit meegemaakt? Nee. Oh, maar wat zullen we doen? Zullen we hem gewoon confronteren? Nee. Wacht, ik leid hem af anders en daarna pak jij hem. Of, hoe doen we dit? Ja, dat kan misschien wel. Volgende muurtje. Oké, wacht, ik doe mijn pet en bril af, want ik zie helemaal niks. Eki, ja? Mocht dit de laatste keer zijn dat ik je spreek? Ja, maar... Vertel mijn papa en mama dat ik van zou. Nee, dat ik eindelijk mijn droom heb gehaald bij de politie, want ik zit er nog niet zo lang. En eigenlijk wilden ze me eerst niet eens aannemen. En je bent allergisch voor bananen. We gaan aanvallen in 3. Gaat bananen. 2, 1, nu! Voila! Ja, meneer! Komt-ie! Meneer! Voila! Wat? Ik dat is gas! Gas! Oh, gas! Hij was snel! Pak de auto! Kijk maar waar hij is, haal me op! Ik hou hem tegen! Nee! Stoppen! Ik hou... hij is met die slim af. Oh nee, daar gaat hij. Haal hem op! Haal hem op, snel! Freddy, volg hem! Hij heeft ons door! Oh, we hadden het voorzichtiger aan moeten pakken! Ik doe de sirene aan! Nee joh! Gek! Was dat hem? Oh ja, dat was hem! Dat was hem, ja, dat was hem, ja! Oh, oké, blijf hem volgen. Dus nu de undercover business is voorbij. Oh, waar zou die heen gaan, denk je? Wat is hij traag, hé? Hij is heel traag. Hij is heel traag. Daar gaat hij. Oh, Frankie, heb je dit al vaker gedaan, zo'n achtervolging als dit? Doe de sirenes aan. De mensen ik heb mijn rijopleiding nog niet gehad. Je hebt je rijopleiding nog niet gehad? Hoezo nog niet? Frankie, daar gaat hij. Oh, doe alsjeblieft voorzichtig met al die mensen op de weg. Dat zijn onschuldigen. Het is zo druk. Het is zo druk, inderdaad. Oh, kan je naar de meldkamer meldingen sturen? Oh, hij heeft je afgesneden. Shit. Oh, stuur melding naar de meldkamer voor backup. Frankie, Freddy, backup. We zijn er. We hebben hem weer. Oh, ja, waar is hij weer? Pak hem. Stuur nou eens een melding naar de meldkamer. Ja, ga ik doen. Spookrijden. Ja, mag Freddy of Frankie, mag ik backup op de A2 richting het noorden naar het zuiden? Spookrijden. Ik heb echt backup nodig nu. Ik zit hier met een onschuldige burger in mijn auto en ik heb echt backup nodig. Mag ik backup? Hallo, mag ik backup? Frankie, is dat hoe je backup roept?
Ja? Oh, nou, ik zit niet bij de politie, dus ik weet het eigenlijk niet. Zet de sirene nou eens aan, joh! Ja! Oh, anders raak ik ze kwijt. Oh, waar gaat hij naartoe? Wat gaat hij nou doen? Waar gaat hij naartoe? Nee, ik denk dat we deze man wel kunnen pakken, deze Gerard. Ik denk dat dit het einde van hem is. We hebben hem heterdaad betrapt met meerdere zaken. Oh ja, het was Gerard. Het was Gerard, ja. Hoe noemde je dat dan? Project A. Ik dacht dat het Kees A was of zo. Kees? Heet hij Kees? Nee, hij heet geen Kees. Hey, nee. Ja? Help! Wat helemaal? Oh, wat gaat hij doen? Hij stopt! We gaan niet. Nee, we gaan niet dichterbij. Ja, Frankie, dit is noodzakelijk. Je weet wat je te doen staat. Nee, we moeten stil blijven. We moeten wachten op de backup. Wacht op de backup. Oh, hij heeft een wapen! Shit, niet Freddy, tevoorschijn komen! Freddy, niet tevoorschijn komen. Hij heeft een wapen. Oké, naar de andere truck. Kom, volg mij. Wat? Waar ga je naartoe? Kom. Oké, hij heeft een wapen. Hoe gaan we dit oplossen? De backup is er nog niet. Ik heb een idee. Wacht. Backup! Nog meer backup! Zitten, voorzichtig! Wacht, ik heb een heel goed idee. Gerard, ik kom in vrede. Ik ben het Henkie Jotem de Derde. Niet op mij schieten. Nee, niet schieten. Niet op mij schieten. Gerard, ik ben het. Wat doe je allemaal? Op jou. Nee. Voorzichtig. Kom hier naar me toe. Kom eens. Ik zet een stap dichterbij. Ik zeg geen poes. Hey, poes. Nee. Oké, dan kom ik naar jou toe, oké? Ja. Oké, dan kom ik. Heel voorzichtig. Maar ik wil wel dat we even hier in het open gaan staan. Oh, Gerard, voorzichtig. Henkie, gaat het goed? Ja, het gaat goed, Freddy. Oh, Gerard, hoe kom je aan een wapen zoals dat? Niet dat. Hoe kom je eraan? Hoe kom je eraan? Henkie, gaat goed? Het gaat goed, kom. Hey, Freddy, wacht nou eens even. Gerard, doe alsjeblieft dat wapen weg. Oké, we kunnen erover praten. Nee, ik ben ook niet weg. Gerard, hier is een lekker kraampje. We gaan direct... Henkie! Ja, wat is er nou, Freddy? Ik heb honger. Ja, ik ga eten voor je halen. Niet dat. Wat is er voorzichtig? Nee, stop. Gerard. Oh! Voorzichtig! Oh! Wat gebeurt er? Gaat dit? Freddy? Oh, het gaat goed. Henkie, gaat goed! Ja, stop nou! Gerard, ik heb een idee. Doe dat wapen weg. We gaan lekker even zitten. We nemen wat fruit. We gaan van genieten en we praten er even over, oké? Ik doe mijn handen naar beneden. Geen verdachte beweging. Henkie, bukken! Ik maak geen verdachte beweging. Gerard, wat doe je nou? Frankie! Gerard, ja? Leg dat wapen maar even weg. Daar. Leg maar gewoon in een van die dozen hier. Het is nergens voor nodig. Ik weet niet eens hoe jij aan een pistool komt, maar leg hem maar even weg. Het is veel te gevaarlijk allemaal, dit. Ja, leg hem maar weg. Leg hem maar gewoon. Hoppakee, ja, goed zo. Zou ik hem pakken voor veiligheid? Voor de veiligheid? Ja, kijk, ik pak hem hier. Oh, wacht, een lekker banaantje is ook wel lekker. Oké. Kijk, Gerard! Ik heb een banaan! Wat? Hand omhoog! Ik heb een banaan! Ja, moet je oppassen, Gerard. Daar heb ik je te pakken, hoor. Voor je het weet doe ik iets gevaarlijks met deze banaan. Ik ga douchen. Je gaat douchen? Ik ben wel thuis. Hoezo? Gerard? Nee, je gaat nu rustig omdraaien. Je gaat je handen... Ik ben hier zo klaar, of niet? Nee! Ik schrok van je! Nee! Bananen! Ik hou niet van bananen! Ik ben allergisch voor bananen! Freddy, nee! Hou die bananen! Freddy, het Freddy, nee! Freddy, ga weg! De bananen! Freddy? Freddy, het spijt me. Freddy, wacht, ik weet het. Nee, Freddy. Nee, ik doe de banaan al weg. Freddy, ik ga het niet hebben. Ik ga het niet hebben. Je ligt in de bananenkruip. Freddy! Bananen! Ik hou van Freddy? Nee, hij is dood! Allemaal door zo'n stomme banaan! Bananen! Bananen! Een aap! Wat doe je hier? Wil je een banaan? Hier, neem maar deze banaan. Zo, alsjeblieft. Dag banaan! Ik bedoel aap. Freddy! De banaan is weg, hij is meegenomen. Freddy? Daar liggen er nog meer! Freddy, sorry! Ik ben allergisch voor bananen! Je bent allergisch voor bananen. Ga je het redden? Ik denk het niet! Nou weet je. Freddy, ik laat je wel achter hier. Succes bij de bananen! Oh.
Nou, dit wordt mijn moment, Radar. Ik ga maar gewoon lekker naar huis. Ik weet niet wat ik daarvan moet vinden. Oh, ik ga Freddy wel missen, hoor. Waarom gaan al die agenten ook altijd dood? Eerst Ari, toen Berry, toen Cory. Dimitri zit nog steeds vast. Toen Annie. En nu ook Freddy, oftewel Frankie. Hij was nog nieuw. Ze wilden me eigenlijk niet aannemen, maar ze hadden het toch gedaan. Oh, wat zonde. Zo'n jonge agent. Zo prachtig. Wat moeten we daar nou mee? Oh, nou, ik breng deze auto even bij het politiebureau. En ik zweer het, als ik nog een agent tegenkom, daar. Ik ga niet vrienden met hem worden. Want elke keer als ik vrienden word met zo'n agent, dan eindigt het fout. Dan gaan ze dood of zo. Nou, daar zijn we weer in de stad. Oh, ik ga het wel missen, hoor. Ik ben leuk undercoveragent geweest. Ik ben nu een keer normaal agent geweest. Maar ik vind dit wel echt mooi geweest met die stomme agent. Het enige wat ze doen is doodgaan. Nou, leveren we dat stomme ding af hier. Hoppakee. Ah, zo. Nou, dan gaan we even melding maken dat agent Frankie helaas is overleden. Ik hoop dat Peter niet al te leuk gesteld is. Oh, wat zonde dit ook weer. Waar is iedereen? Hallo? Nee, niemand? Wacht, ik druk wel even op de bel. Hallo, is er iemand? Hallo? Goeiedag. Oh, nee. Welkom op politiebureau van de Zanden. Nee. En mijn naam is Gerrie.